Goeiedag. Het is vandaag vrijdag 22 maart 2024. We zijn weer in Kaproen op de Kietsteinhoorn. En we gaan eens even kijken hoe de gletsjer erbij ligt. Grote gondel hier op de Kietsteinhoorn. En dat betekent dus dat we inderdaad naar 3029 meter gaan. En dat betekent dus ook dat we jullie nog even het uitzichtplatform laten zien. En als je uit de gondel komt, dan kom je hier op de Kietsteinhoorn uit. Dan heb je een aantal zaken die je kunt doen. Je kan hier bij de Cinema 3000 naar binnen, klapdeuren door, schuifdeuren door. En dan kun je hier een film zien vanuit de regio van de prachtige natuur. We zijn ook nog eventjes gaan kijken hier bij het uitzichtplatform hier op 3029 meter. Nou, dan zal ik jullie eventjes laten genieten. Van het uitzicht, een geweldig panorama hier op het uitzicht op de Hohe Tauern. En ook kunnen we nog een stukje inzoomen op een volgend uitzichtpunt. Daar heb je een hele mooie adelaar heb je daar staan. En er staan niet voor niks daar mensen, want het is gewoon echt een fantastisch. Fantastisch uitzicht, ook wat je daar hebt. Maar er is nog een uitzichtplatform en daarvoor moet je een hele lange tunnel door. Nou, die begint hier. Het is een tunnel van ongeveer 360 meter. Maar onderweg zijn er genoeg gezienswaardigheden te kijken wat hier in de omgeving allemaal gedolven is. Smaragd, maar je hebt ook nog een grote trechter, wat je kunt zien. En daar hoor je dat de Europese plaat en de Afrikaanse plaat tegen elkaar aan botsen. En als je de tunnel uit kunt lopen, dan kom je een trapje af. En dan heb je hier nog een heel mooi uitzichtplatform. Waarmee je ook heel goed, zeker met dit weer, de Grossglockner kunt zien. En als je heel goed kijkt, dan zie je hier ook nog een ander skigebied. Ook een gebied waar wij zijn geweest. Laten we even kijken of ik het iets dichter kan inzoomen. Dat is Gletscherweld Weissee. Wij gaan weer terug het skigebied in. Kijken of de klapdeuren nog open gaan. Ja. En dan gaan we weer een hele lange tunnel in.
Ook aan deze dag komt weer een einde hier op Kaproen, de Kitsanoorn. Wij gaan de gletsjer weer verlaten. De mensen hier kunnen nog een uurtje doorskiën. En dan houdt het ook op. Wij gaan onze laatste afdaling doen. Nou, de pistes die liggen weer onder een fantastische sneeuwlaag. Er is weer sneeuw gevallen. Dat was goed te merken. Het was best nog wel zacht. En dat bedoel ik niet de sneeuw die je in de lagere regionen aantreft. Maar het moet echt nog eventjes allemaal zetten. Maar het zal zich de komende dagen wel gaan voordoen. Alhoewel, er komt ook weer sneeuw aan. Nou, morgen zijn we ook nog op de gletsjer. Dus dan weer meer beelden. Nou, en daarmee sluit ik af. Ik zeg maar weer de groeten.